Morgen is de eerste rit van de groene trein. 8 op de 10 reizigers wil dat NS overgaat op groene stroom. En vanaf 2018 rijden alle treinen op duurzame energie van Eneco. Oh shit, hij wordt echt groen, hè. Zo vet. Recht van voren is hij gewoon geel met blauw en in je ooghoeken is hij gewoon groen. De trein is ontworpen door de jonge ontwerpers Michiel en Steffen. Zij wonnen de ontwerpwedstrijd die Eneco en NS uitschreven. Ja, hij zit erop. Het voelt te gek. Super indrukwekkend. Hij is zo mooi geworden. Het is onvoorstelbaar. Iets wat zo klein begint, niet eens een halve meter, is nu 100 meter. Het zegt. De trein laat eigenlijk een transitieperiode zien. Dus in 2015 rijdt 50% van de treinen al op groene stroom. En in 2018 wordt dat 100%. En dat hebben we eigenlijk laten zien in de trein door te beginnen met een normale geel met blauwe NS-trein. En die wordt dus de groene trein. Het is denk ik het mooiste dat ik ooit heb gemaakt. Ja, denk het. Ik heb veel dingetjes gemaakt, kleine dingetjes, maar dit is te gek. Je bent super trots op. We weten dat de eerste rit van de trein van Amsterdam naar Haarlem gaat. Daar zitten we natuurlijk in. Dat moeten we meemaken. En daarna gaat hij volgens mij door heel Nederland rijden. Dus iedereen kan hem aanschouwen straks. De eerste rit van de groene trein is aanstaande zaterdag om 13:13 vanaf spoor 1 op Amsterdam Centraal.